Hallo iedereen, ik ga vandaag een review geven over het boek Zuivering van Tom Lanois. Ik geef het boek een 5,5 op 10, wat niet zoveel is. De reden dat ik het boek dat cijfer geef, is omdat ik het saai vond. Het was echt gewoon een saai boek. Ik had er meer van verwacht, dat het spectaculairder ging zijn. Omdat het gaat over iemand die huizen schoonmaakt na brand of zelfmoord. Dus ik dacht, oké, hier kan spanning in zitten, dit kan leuk zijn, maar... Dat was het dus eigenlijk niet. Het is vrij langdradig. Ja, je wilt eigenlijk gewoon niet verder lezen, omdat het zo langdradig is, vind ik. En ja, het gaat wel over iets actueel. Het gaat over Youssef, dat is een man en die wil zijn gezin naar België halen. Dus als je houdt van actuele onderwerpen en de meer realistischere dingen, dan zou ik dit boek echt wel aanraden. Bedankt om te luisteren.